prima. Helene, dankjewel voor het werk. En ik wens je nog veel succes met deze expositie. En ik vind het heel mooi dat we dit hebben hier in de winter in Almelo in het Kunstdorp. Dank jullie wel. Expositie van. Ik heb me laten inspireren door het torentje en de klokkentoren. En die heb ik eigenlijk 8 keer gemaakt. En de kloktoren, in plaats van dat de wijzers in de kloktoren ronddraaien, laat ik nu alle kloktorens ronddraaien. En het kost ongeveer 1 minuut voordat die om zijn as is. En op het moment dat de avond valt buiten, zo rond een uurtje of 4, dus nu, dan gaat het licht aan en dan wordt elk torentje even een moment in het licht gezet. En daarmee kom je eigenlijk bij de thematiek van mijn werk. Dat gaat over tijd en het moment en dat mechanische kloktijd wat anders is dan persoonlijke tijd. Ik heb de kunstacademie in Arnhem gedaan en mijn master in Utrecht gevolgd. En u komt uit Notter? Ja. Klopt, ja. Er komen beroemde mensen vandaan, zoals, hoe heet zij ook weer? Johanna Ter Stegen. Ja, en ooit was er een schilder, de meester van de beesten, hoe heet hij? Ja, klopt, ja. Ik kan niet even op zijn naam komen. Van Krechten, is het niet Van Krechten? Ja, ja, zoiets, ja. Heeft u dit hier ter plaatse gebouwd of is dat voorbereid? Nee, ik heb thuis de voorbereidingen gedaan en ik heb het hier wel in elkaar gezet. Dus, en dat kost ook nog even tijd. Hoe wil je het neerzetten? Hoe benut je de ruimte? En